Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Petroltreks, de enige echte natuurlijk. Nou, uh, ik wil in ieder geval uh, als eerste wil ik in ieder geval iedereen uh, ja, een heel gelukkig, gezond en voorspoedig 2024 uh, wensen jongens. Het is uh, ja, het is 2024, uh, 2023 hebben we uh, voor goed achter ons gelaten. En we gaan nu weer op naar een nieuw jaar 2024. Ik uh, ben benieuwd. Uh, ja, ik ben benieuwd hoe het nieuwe jaar zal zijn. Uh, wat gaan we allemaal voor leuke dingen meemaken? Want uh, ja, uh, we houden natuurlijk wel uh, de positiviteit erin. En uh, ja, ik uh, probeer er toch uh, het beste ervan te maken in het nieuwe jaar. Ik hoop dat we weer een hele hoop leuke. Vlos gaan opnemen. Dat we weer op hele leuke plekken komen. En dat we dan weer lekker uh, video's kunnen gaan maken in 2024. Dus ja. Uh, dat was het in ieder geval. Eigenlijk een klein beetje. Iedereen de beste wensen van mij. Een heel gelukkig, gezond en voorspoedig 2024 gewenst. En uh, ja, dat 2024 maar weer een heel mooi jaar mag gaan worden. Ja, voor mij uh, zit de vakantie nu er echt op. Het is, uh, nu is het inmiddels kwart over tien is het al. Het is uh, 1 januari en morgen moet ik weer. Uh, oh, morgen, morgen moet ik weer gaan werken. Verschrikkelijk. Ik heb er echt. Ik heb er zo verschrikkelijk geen zin in. Maar goed, ja, als je dan eenmaal weer bezig bent, dan gaat de tijd wel weer. En dan, uh, ja, dan ben, je er al, ben je eigenlijk ben je eigenlijk alweer vergeten dat je een maand vrij geweest bent. Dan uh, Draait het gewone leven weer en dan uh, ja, de dagelijkse dingen, uh, de tijd van, uh, van lekker rust hebben en uh, lekker uh, lui doen en uh, vakantie is uh, helaas voorbij. Ik uh, moet morgen helaas weer aan de slag gaan, dus ik maak het niet al te laat, want morgen moet ik weer, uh, ja, vijf over zes gaat het wekkertje weer en dan gaan we weer, uh, dan gaan we weer in ieder geval. Nou, in ieder geval, hoe was mijn auto uh, nieuw? Ik heb echt een heel leuk auto nieuw gehad. Ik ben uh, Ramon, die is bij mij op visite geweest. En na 12 zijn we nog even naar buiten geweest. Het was echt heel gezellig, het was leuk met Ramon. En uh, hebben we afgesproken voor volgend jaar. Dan uh, hoop ik misschien nog wat meer mensen te doen, want we waren een groot feest geven, eigenlijk, volgend jaar met Oude Nieuw. Willen we eigenlijk, uh, volgend jaar willen we het heel groot gaan doen. Met een heleboel vrienden en zo. Dat lijkt me wel heel erg leuk om dat te doen. En um, ja. In ieder geval uh, maken we er weer het allerbeste van. Uh, in ieder geval heb ik een hele leuke oud- en nieuw gehad. Even bij mijn buurman even, nog even geweest. Uh, lekker naar het vuurwerk gekeken. Uh, heel veel. Drank gedronken, want ik, uh, ik, ja, ik had echt uh, een beetje katers vanmorgen. Ik was echt, uh, ja, ik had aardig wat op uh, vannacht. Dus uh, ik heb uh, vandaag lekker rustig aangedaan. een Beetje televisie gekeken. Even de nieuwe, uh, de nieuwe deurbel eventjes onder stroom gezet. Want die was bijna leeg. Ik heb een nieuwe deurbel, heb ik, met camera. Dus dat is ook wel, uh, wel mooi. Dat had ik eigenlijk nog helemaal niet uh, verteld eigenlijk. Maar ik heb dus een deurbel met camera, heb ik nou gekocht. Ja, een beetje raar. Ik uh, was bij bol.com had ik een ringbeltoon genomen. En toen ik uh, kreeg, toen, uh, kreeg ik een ander merk. Dus uh, ja, dat is wel heel erg raar. Hè? Maar goed, hij werkt in ieder geval perfect, werkt hij. Uh, hij kan opnemen. Uh, hoe heet dat? Ik uh, kan uh, screenshots maken, video's kan maken. Ja, het echt, is uh, echt een heel mooi apparaatje is het. Dus uh, ik ben er wel heel erg blij mee. Dus eerste um, ten nadeel is dat, uh, ja, dat, je ze, dat het echt weer van die hele kleine rotsgroefjes zijn. En zo allemaal. Dus dat is wel een heel gedoe allemaal. Ik heb uh, maar aan mijn buurman gevraagd of dat hij eventjes twee gaatjes zou boren. Want ik kwam er. Uh, ja, het lukte me niet. Dus ik kreeg het niet voor elkaar. Maar goed, dat was een beetje mijn, uh, mijn uh, jaarwisseling eigenlijk. Vorig jaar natuurlijk uh, met Joost. En dit jaar heb ik. Uh, uit nieuw gevierd met, uh, met Ramonski. was echt heel erg leuk en gezellig, was het. Dus, uh, ja, hartstikke leuk in ieder geval. Het gewone leven gaat weer beginnen. Ik ga hem neerleggen. Ik ga het, uh, zo mijn bedje in. Want uh, morgen, dan uh, moet ik helaas weer vroeg op. Dan ga ik weer naar het werk toe. En dan, uh, ja, als dan de week weer voorbij is, dan zit ik alweer een klein beetje in mijn oude ritme. Dus. Dan, uh, dan ja, De eerste dag is meestal altijd even afzien. Als je dan uh, een maand vrij geweest bent uh, en je moet ineens weer uh, aan de bak. Dat is het altijd even zwaar even in het begin. Maar als je meestal één dag gewerkt hebt, dan gaat het wel weer. En dan heb ik zoiets van, oh, het is. Uh, ja, dan raak ik er wel weer een beetje aan gewend. Dus uh, het is altijd het. Uh, vooral het grootste nadeel is altijd dat je dan een maand vrij geweest bent. Dus je er dan tegenaan hikt om weer te beginnen. Maar als je dan eenmaal bezig bent, dan denk je van: Ach, ik ben helemaal niet weg geweest. Dus uh, komt allemaal wel goed. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik zou zeggen, jongens, tot de volgende vlog. En uh, ik spreek jullie allemaal. Bye bye. Hoi.